ergste kou is gelukkig weer uit de lucht. Wanneer ik nu op mijn werkkamer kom, dan is het alweer rond de 16 naar 17 graden in plaats van die koude 11, 12 graden. Zelf merk ik dat ik nu eerder het infraroodpaneel aandoe in plaats van airco om te verwarmen. Het voordeel van geen geluid en de prettige warmte geeft bij mij eigenlijk de doorslag. Maar doe ik daar qua verbruik wel slim aan? Nu is het weer heel stabiel en dan ga ik dat eens 2 dagen achter elkaar uittesten. De ene dag begin ik met de airco en de andere dag het infraroodpaneel. Wie verbruikt er nou meer stroom? Het infraroodpaneel of de airco? Laten we starten met de airco. De begintemperatuur van de ruimte is ongeveer 16 graden. Deze gaan we tot 20, 21 graden verwarmen. Wanneer ik de airco vanaf 8 uur 4 uur lang gebruik, dan is het verbruik 1,059 kWh. Nou, netjes zou ik zo zeggen. Maar nu de test met het infraroodpaneel. Boven mijn werkplek hangt een 750 watt paneel. Je zou zeggen dat deze 750 watt per uur verbruikt. Dat zou dus na 4 uur een 3 kWh verbruik betekenen. Maar hij zit natuurlijk aangesloten op de thermostaat. De thermostaat ligt op mijn werktafel en deze is ingesteld op 21 graden. Wanneer het rond mijn bureau weer 21 graden is, dan schakelt het paneel gewoon weer uit. Wat is nou het verbruik geweest in deze 4 uur? Nou, dit blijkt geen 3 kWh te zijn geweest, maar 0,468 kWh. Dat is een enorm verschil. En in die 4 uur heeft het paneel maar 41 minuten echt aangestaan. Nou, dat is best bizar toch? Voor mij geeft dit een goed gevoel dat ik het infraroodpaneel gewoon aan kan doen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik hiervoor veel meer stroom verbruik dan bijvoorbeeld met de airco. Dit heeft me altijd een beetje tegengehouden, want het is toch een 750 watt paneel. In een vorige video had ik bij een vergelijking tussen infrarood en de airco ook de aanschafprijs meegenomen. En het lijkt wanneer je deze test en de aanschafprijs zo naast elkaar legt, dat het kwartje in het voordeel van infrarood valt. Maar met infrarood kan je natuurlijk niet koelen en in dit voorbeeld gebruik ik infrarood als spotverwarming, terwijl een airco de gehele ruimte verwarmt. Spotverwarming met infrarood werkt heel goed wanneer de temperatuur van de ruimte waar je zit en de gewenste temperatuur niet te veel uit elkaar ligt, zoals in het voorjaar en het najaar zeker het geval is. Is het verschil van kamertemperatuur en de gewenste temperatuur groter dan 4 graden, dan zal het veel minder aangenaam voelen. En zal een paneel ook aanzienlijk meer verbruiken. Conclusie voor mij is dan ook dat ik mij in het voorjaar en het najaar heerlijk kan verwarmen met mijn infraroodpaneel, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over het stroomverbruik. Volgende keer heb ik trouwens een ontmoeting met Jan. En Jan heeft een eigen speciale kachel gemaakt waar je weer heerlijk omheen kan zitten. Heel bijzonder. Kijk er dus. Wil je weten welke infraroodpanelen geschikt zijn voor spotverwarming? Kijk dan even in onze webwinkel. Daar vind je de panelen die door ons getest zijn. Tot de volgende keer.